Ruben Legion, je hebt afgelopen dinsdag weer minuten gemaakt bij Jong PEC Zwolle. Ja, was dat weer lekker? Ja, zeker. 45 minuten in de benen gehad en het was heerlijk. En ga je het ook missen als je langs de kant staat? Ja, zeker. Je zit binnen en je ziet die jongens trainen. En naarmate de week begint het wat te kriebelen gewoon bij jezelf. Dat je gewoon wil trainen en wedstrijden wil spelen. Over wedstrijden spelen gesproken. Morgen tegen Heracles. Ben je erbij? Dat weet ik niet. Dat moet ik nog zien. Dat gaan we nog overleggen. En ik hoop het wel. Afgelopen zondag redelijk kansloos verloren van Ajax. Jullie hebben natuurlijk de wedstrijd besproken. Wat zijn nou punten die jullie meenemen naar de wedstrijd van morgen? Ja, dat zeg je goed, denk ik. Ik denk dat we... Dat Ajax gewoon een tandje beter was, maar dan alsnog kunnen er heel veel dingen beter en die hebben we met videobeelden hebben besproken. En ik denk dat het er vooral om gaat dat we tegen Heracles gewoon ons eigen spel gaan spelen. En ik denk dat we de eerste helft duidelijk hebben laten zien, of de eerste helft van het seizoen duidelijk hebben laten zien wat ons spel is. En dat moeten we weer gaan oppakken. En ik denk ook dat we normaal gesproken, ook als je naar de stand kijkt, dat we beter zijn als Heracles. En dat moeten we gewoon laten zien en ons eigen spel gaan spelen. Ja, dat we... Ja, gewoon voetballen moeten oplossen en niet op andere gedachten moeten springen. Ik denk dat we genoeg kwaliteit in de ploeg hebben. En met Heracles kan je het zelf wel weer terug in de competitie weer zetten. En met op andere gedachten springen bedoel je op de lange bal spelen? Ja, min of meer. We zijn een voetballende ploeg en dat moeten we zeker erin houden. Kun jij je de laatste uitwedstrijd in Almelo nog herinneren? De laatste, ja, volgens mij wel. Toen, als het goed is, kregen we 2 rode kaarten. Toen kwam ik zelfs nog even op rechtsback te staan. Dus dat was geen succes. En was de laatste wedstrijd volgens mij voor de winterstop. Dus daar moeten we eigenlijk niet meer aan terug gaan denken. Nee. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie morgen wel die punten meenemen terug naar Zwolle? Zoals ik net al zei, gewoon echt ons eigen spel gaan spelen. En positiespel gaan spelen. En kansen gaan creëren. En dan hopelijk gewoon met de winst naar huis te gaan. Tot slot, Dico Koppens ligt er het hele seizoen uit naar alle waarschijnlijkheid. Hoe zijn de groep op gereageerd? Ja, een beetje teleurstellend. Dico was heel goed bezig op de weg terug. En toen hoorden we dat hij weer een terugslag heeft gekregen. Ja, iedereen was natuurlijk geschokt, want hij was er al lang uit. En dan gebeurt het opnieuw en dat gun je sowieso niemand, maar zeker iemand die dichtbij ons staat, gun je dat helemaal niet. Dus dat is verschrikkelijk nieuws.